eerste kerstdag. En als het goed is, wordt dit de één na laatste vlog van 2019. Er komt er nog eentje aan. En daar ben ik al mee bezig. Dus die zou misschien al van het weekend al komen. Maar deze vlog gaat over een terugblik in de moestuin. 2019. We gaan in januari beginnen. En we beginnen daar met onze pretpakket aardappeltjes. En ik zie jullie zo meteen terug aan, nou, denk eind of misschien even tussendoor nog. Maar dat merken jullie zelf wel. Veel kijkplezier. Van binnen zijn. Deze komen trouwens uit de winkel. Het is dat gemengde bakje wat ik gekocht had. Zijn gevuld met aardappels, 7 verschillende soorten. Omdat er gaas ligt, krijg ik ze niet zo 1-2, dus ik ga dat groen even er allemaal afknippen. En dan gaan we eens kijken wat er opbrengst is. Dat was een pretpakket, of zo noem ik het, een pretpakket. Er zaten 5 verschillende soorten aardappels in. En ik had zelf ook nog 2 soorten erbij gedaan. Ik had in totaal 7 soorten aardappels. Waarvan er maar 6 zijn gaan groeien. Want 1 emmer, dat was een verkeerde emmer. En daar zaten geen gaatjes in. Dus die stonden op een gegeven moment vol met water. En dat was gaan, die aardappels zijn weggerot. Dus, om dat project te doen, vond ik heel leuk. Om het nog een keer te doen, nee, niet dit jaar. Misschien een andere keer weer, maar niet dit jaar. Want aankomend jaar heb ik andere plannen. Ik wil niet te veel zeggen van de plannen. Dit mede omdat ik in het verleden ook wat dingen heb gezegd die ik wilde doen, die ik niet waar kon maken. Dus er gaan wat veranderingen komen in het nieuwe seizoen met de vlogs. En ik zou zeggen, pak er nu een beker koffie of een beker thee bij. En kijk naar de rest van de maanden. En dan zie ik jullie aan het eind van het filmpje terug.
Ja, ja, kijk. De tuinbonen heb ik geplukt. En want er zitten een paar knoepers bij. Ik denk dat die bonen net zo groot zijn als mijn duimtop. Die andere tuinbonen heb staan. De bonen eventjes hier bovenop gezet. Het zijn stokbonen. Die witte en zwarte boontjes. Die heeft tegen slakken verhaald. En ik heb nog een aantal tuinbonen hier laten staan. Want er zaten nog tuinboontjes aan. Dus ik ga kijken of dat nog wat gaat worden. Zo, het beschuim in. Het roosten van een hengbasken eroverheen. In verband met katten of vogels of noem maar op. Ja, we gaan even een rondje tuin maken over alle eetbare bessen. En, ja, het zijn eigenlijk allemaal bessen, alleen maar de bessen en het fruit. Nou, we beginnen hier bij de lijsterbes. Het boompje heb ik al sinds 2015 helemaal zelf opgekweekt. Van de aalbes, die ik al eerder heb laten zien in een ander filmpje. Nou, deze lekker vol. Een van onze appelbomen. Met rups. De rups eten we niet, alleen de appels. Dit is de James Grieve. De kruisbes is ook weer gaan groeien. Nou, we hebben drie kruisbesjes. De rozenbortel. Bloksjelei, limonade en... even kijken hoe we jam van maken. En dit is ook een witte ananas. En de ostara's. Die we dus elke dag kunnen plukken. Hier de andere albes. En de appelbomen waarvan ik niet weet wat voor een soort het is. Maar hij helpt wel heel erg deze kant op. Uiteraard onze frambozenstruiken. En hier staat er eentje in de tuin. De aardbeien. De witte ananas. De jostabes. Die eindelijk een beetje beginnen te doen. Nou, het is dan toch nog een peer geworden. Ja, en dan ben je bezig met je film. En dan schiet je opeens te binnen. Dat ik een stek van de zwarte bes ben tegengekomen. In dit stuk hier hebben altijd twee grote struiken gestaan. En die heb ik weggehaald. Maar die heb ik meegegeven aan een buurman. En opeens kwam deze weer opzetten, dus die laat me gewoon staan. Ik begin hier bij de framboos. Hij begint lekker te groeien. Hier zitten nog geen bloemen in, dus waarschijnlijk is dit
een herfstframboos. Later is dat in de bloei. Ik weet niet of dat goed te zien is. De tomaten doen het ook allemaal goed. We beginnen goed door te schieten. Onze eerste komkommertjes komen eraan. Onze Oost-Indische kers. Doet het ook goed. Ruikt lekker. Bobetten doen het goed. Alleen, het begint wel heel erg droog te worden. Ze krijgen voldoende water, maar ik denk toch te weinig voeding. Ik doe ook al lekkere peulen aan. De ananas. Aardbeidjes. De luzerne klaver. Het schaaltje met kiezels en water voor de insecten. En de kleine vogeltjes die er gretig gebruik van maken. Frambozen die een klap hebben gekregen van de warmte. Ik heb ze maar in de schaduw hier gezet. De aardperen. We groeien lekker. Worden steeds hoger. Om het koude kastje had ik die vlinder en bijzaad neergegooid. En wat klaver. Nou, de klaver doet ook goed. Ik hoop dat die nog wel gaat bloeien. Die het goed doet. Ik heb er nog een extra stok bij gezet. Wordt vergezeld van de mussen die af en aan vliegen en die mee komen eten. Worden rood. Dus het is een rode en geen witte. De bessenstruik die groeit langzaam door. En de roos die doet, groeit langzaam door. Er staan hier heel veel wilde bloemen tussen. Kleefkruid. En de vinkenroetskruid die ik hier geplaatst heb. Een clematis die ging weer groeien. En ik dacht dat die eruit, dat ik hem eruit had geschept. Hier al het eerste knopje. De appels in de boom groeien mooi. Echt mooie appeltjes. Nou, mijn toorts. Lekker aan het bloeien. De kogeldistels. Overal van die mooie ballen, maar het bloeit nog niet. En de peulen van de driemaal wit zitten er al in. Ja, allemaal. De een is groter dan de ander. Het moeten dan verschillende kleuren zijn. Hier nog een rij dopetten gezaaid onder de tomaten. Deze meneer is aan het eten. Er zitten ook allemaal bloemetjes in. Krookjes. Die opkomen. De venkel. De knolvenkel. Nou, de shuttle die doet het goed. En hier heb ik nog wat wortelen gezaaid. En snijbieten, maar hier hebben de katten zo naar huis gehouden, dus dat is ook maar de vraag wat hier vanop komt. In deze bak, waar ik alles lekker laat verdeelde, is verder niks bijgekomen. De plok zou gaan bloeien. De Franse sering, die staat weer te bloeien. Overal knoppen. De eerste knop. Wat ik kan voelen die bloeien. Tomatenplanten. Tomatenplanten. De aardappels. De lavendel. Zoekzag. Ik wil dadelijk even kijken welke soort is. Dan schrijf ik het ook even het beeld. Ik heb erbij gehaald. Ik weet niet of het goed te lezen is. Lavendel Angus edelwijs. Die komen. Moeten witte bloemen in komen. Ik heb. De lavendel. Ja, hier staat het niet op, maar hier wel. En dan schrijf ik het gewoon nog even in het beeld. Ik weet niet of het goed te lezen is.
lijkt wel of het plakketje in mijn beeld een beetje aan het die streepjescode. Rosea. Dat is een biologische. Dat is een hele zachte roze. Pastelkleurige lavendel. En dan heb ik hier nog een stoegag, als ik het goed schrijf, of zeg, Marseille. Die ook heel zacht roze. Nou, de smeerwortel. Nu kort tijd om te snoeien. Lavendel. Ik dacht dat dit de hitskort is. Ja, ik zal het wel inschrijven. De verbena. Lekker in de groei en in de bloei. Goudbloemen. En daaronder kom Nigella. Dit omhoog. Is de courgette. Dat doet niet veel. Het groeit wel allemaal gras. Dat doet het wel goed. Daar zitten diverse bloemknoppen in. Ik weet niet of we even dichtbij kunnen halen. En dan kunnen we het dan zien. Ik kan het niet goed bijkomen. De witte doen het beter. Deze zwarte. Ondanks de rups zit hij tot boven toe helemaal vol met appeltjes. Mijn perenboom. Zou ik er nog steeds tuinbonen staan? Die ga ik allemaal plukken. De aardappels rooien. Dan eens kijken wat er allemaal in zit, wat we eruit halen. Nou, alle RMS zijn geleegd. En dit is de opbrengst. Het valt me wel op dat de kleuren niet helemaal overeenkomen met geen wat ik in de grond heb gestopt, lijkt wel. Maar ik zat het filmpje voordat ik ze in de grond stopte nog even. Of nog even nalopen. Want ik weet dat één kleur het niet heeft gedaan. Want die emmer die stof vol met water. En dat was de emmer die kwijt was waar geen gaatjes in zaten. Ik heb uit elke emmer een aardappel gehad. Ik ga het ze schoonmaken en dan ga ik ze koken. En dan gaan we kijken. Nou, we gaan kijken. Ik vind die donkere toch wel het spannendst. Nou, dat geeft een mooie paarse kleur. Ik moet zeggen, die andere rozen, die zijn eigenlijk gewoon... Ja, wit tot geel. Deze zijn geel, deze zijn geel, deze zijn roze, paars. En deze zijn wittig. Kijk, het lijken net een edelsteen. Zo mooi van binnen. En dan vond ik hem gekookt, vond ik hem ook wel heel erg mooi. Hij is wel, wordt wel lichter met koken. En die hele roze, die... ook wel heel apart van binnen. En met het koken werd hij gewoon veel roze, laat maar zeggen. Nou, ik heb ze even in een cirkel weer neergelegd. Ajuin. Ik ga balletjes. Ajuin. Balletjes. Ben ik op de Mariënwaard geweest, heb ik ajuinballetjes gehaald. Ajuinballen. Het eerste eitje. Oké, ik heb 5 potten klaarstaan. Ik ga het, ze vullen met grond en gaan de bollen vormen. Die grote ajuinballen, of bollen, ik zeg maar ballen, zijn bollen gekocht.
En die hebben het alle drie niet gedaan. En één zo'n bol was nog duurder dan deze 25 bij elkaar. Dus. Zo, de laatste. Ook een zak zien en totdat ik een ander plekje gevonden. En ik liet net een eitje zien. Eerste eitje. Ja, ik heb de kippen. Bij de zijdehoender zitten twee seramaatjes. Nou, dat is ook weer een verhaal apart. Maar deze twee gaan weg. Ik wil ze niet kortwieken. Maar ik wil wel kippen door de tuin vrij rond laten lopen. Maar, deze zaten elke keer op de daken, hier op de schuurdaken. En daar elke keer mijn bezem vanaf te moeten jagen. Dat zie ik niet zitten. Niet met mijn knie. Tijdelijk een jonge kotjin en een krielkotjin en een krielwiendotte. Die zitten tijdelijk af hier. Hier zat de deur van het hok. Doordat het hok dus naar voren is gekomen, want ik heb het hok gehalveerd, heb ik ruimte achter het hok gecreëerd. Dus zijn geen stenen van 30 bij 30, deze zijn 50 bij 50. Nou, een van de dames die lekker de tuinen gaat. Een streentje die niet opvliegt. De vriendin die zit daar nog achter het hok, die zal dadelijk ook wel door de tuin in huppelen. En dan kunnen ze zich er goed gaan doen aan de slakkeieren. Hallo. Lukt de tuin in? Kom maar. Kom maar. Zo, ja. Deze dames die gaan ervoor zorgen dat wij volgend jaar wat minder slakken in onze tuin hebben. Waardoor wij wat meer eten overhouden. Passiflora. Groeit trouwens helemaal daarin. De peren, alleen hier zijn ze alweer een slecht plekje aan. Hier nog eentje. Hangen er nog steeds drie in. Twee palmkolen in de emmer gestoken. Ik moet echt wat aan de bonen gaan doen, dan zeg ik dadelijk helemaal niks. Maar ja, het zijn dus eigenlijk allemaal gaan plukken en maar binnen te drogen. Nou, overal liggen de appels in de tuin, die vallen allemaal van de boom af. Er zitten nog wel goeie bij, de goeie haal ik het trouwens uit te kleuren. En ze zijn groot. De stekjes van mijn lavendel staan hier. De tomaten. Nou, die plukken de kiwi, we geregeld. Dat moet ik ook even gaan doen, want hij gaat nou helemaal de appelbomen. Die kunnen nou dus ook weer geplukt worden. En die gaan lekker de vriezer in of een gedeelte de smoothie in. Haven. Blijkt dus een vaste plant te zijn. Ja, die nieuwe kippen waren lekker aan het vroeten. En wat doen ze? De aardperen liggen boven. Dus die kunnen binnenkort ook gesnoeid worden. En een gedeelte gaat weer terug de grond in. Maar daar hebben we die bak voor. Want dan staat eigenlijk helemaal tuin vol. Hier ben ik de laatste tijd mee bezig geweest. Met het nieuwe kippenhok. Dus even wennen die kleur. De kleur is anders uitgepakt dan dat ik verwachtte. Ik weet ook niet of alles de grond uit is, want zelfs de tegels waren een beetje omhoog gekomen. Maar het is wel een grote knol. Als die uit de grond is, dan blijven ze niet lang goed. Of ik moet ze allemaal opkisten. Zo, ik hoop dat ik hem omhoog krijg. Hij staat nog aan. Nou, daar gaat hij. Hij geeft 9,93 aan. Laat me zeggen, 9 kilo aardperen. Zo, we hebben een mandje met bollen, tuinboontjes. We hebben hier de grond al helemaal klaargemaakt. Daar zit
speciekuip in de grond, helemaal gevuld. En daar gaan de aardperen in. Zo, het is een drukke bedoeling in de tuin. Kippetjes zijn lekker bezig. De vogeltjes vliegen af en aan. Je hoort de rookworst op de achtergrond. De mussen zitten in de tuin. Er vliegen geregeld koolmezen en pimpelmezen. En het is nu. Nou, pak je hem goed. 4 graden. Ronde kokos vergaas neergezet. Daar gaan de tuinbonen in. En ik heb gewoon weer gekozen voor de aquadoes. En in deze bak wil ik de shallotten. En ik heb, ik hoop dat het goed te zien is door het gras heen. Ik heb de Franse Jersey. Jermoor. Zal ik wel weer verkeerd uitspreken. De waterpont staat. Ik moet hem alleen nog aansluiten op de goot. Op 3 kokers na gaat overal 4 in en 3 krijgen er maar 3. Dus ik gooi ze er eerst even in. Zo, de laatste 3. Eerst even kijken of ik die sneeuwwortel hier wegkrijg. Even kijken hoeveel we er hebben. De shallotten weet ik niet, want het is de eerste keer dat ik ze nu tegel in de grond gestopt of waren dat de 2. Nee, dat die er. Ik had dus knoflook gekocht. Ik heb de Polish White juice gekocht. Het zijn Utrechtse uitjes. Olifanten. Tenen. Nou, ik heb hier de grond al klaargemaakt. In deze bak. Daar heb ik de bodem uitgehaald. Daar ga ik de knoflook in doen. En hier is dus die speciekuip waar die aardperen zitten. En daarbovenop heb ik de gaas gedaan. Als ik de vorige keer vergeten. We gaan nu eerst beginnen met de knoflook daarin te zetten. Nou, al die bolletjes ga ik allemaal in deze bak doen. Hier komen dadelijk volgend jaar toch die latirenzaadjes weer in. En ik moet zeggen, dat sommige bollen, daar zitten al gewoon nieuwe bolletjes aan. Zo, ik heb iets eruit laten en dus nog even rondruppelen in de tuin. Wat groente voor ze, want niet alles gooien we in, op de composthoop. Wat hun op kunnen eten, dat krijgen hun. De tomatenkas, ik ga daar even alles opruimen en dan ga ik de bakken leeghalen. En ik heb maar 1 zak grond hier liggen, dus ik weet niet of ik het haal. Maar ik denk dat ik maar even verdeel, want dan doe ik de 2 buitenste emmers opnieuw vullen.
stokrozen hebben niet veel gedaan dit jaar. Dus ik hoop dan die volgend jaar bloemen gaan geven. Ja, en de skimmia die staat daar ook niet goed. Dat kan je zien aan het blad, dat is veel te licht. Dus er zit veel te weinig voeding in. De aliumbolletjes die aan het uitlopen zijn. Er zitten in alle emmers heb ik er 5 gestoken. Nou hier in deze zie ik er dus met 3 omhoog komen. En voor de rest eigenlijk allemaal 5. Zelfs op de aardbeidjes zie je de vorst nog zitten. Maar ja, het is nog vroeg. Het is in de ochtend. We hebben hier nog geen zon. Dadelijk met winter helemaal niet. Het is natuurlijk wel goed dat de vorst eroverheen komt. Want anders krijg je natuurlijk geen extra tenen. Dus hier gaan we nog eventjes toedekken. En ik heb een zakje grond binnen staan. Maar dat doe ik pas vanmiddag als er nog een klein beetje zon komt. Nou, hier staat, zoals ik zei, van hier, dit stuk heb ik toegedekt. Even kijken. Overal zie je puntjes komen. Allemaal bossiazintjes. En of blauwe druiven. En wat ook een leuk winterklusje is, want nou dat winter komt, is er niet veel te doen dadelijk in de tuin. Maar je moet de tuin laten rusten. Maar ik heb verf gekocht. Ik ga het mijn varkentje verven. Daar ga ik weer wat mee doen. Maar dat is voor een ander filmpje. Even in de koude bak kijken. Daar staan mijn uitjes. Ik begin ook verder uit te lopen. Mijn stekjes van de lavendel doen het goed. Met 1 aardbeienplantje. En hier is de tomatenkas. Die emmer staat klaar. Op eentje naar. Die moet dus nog gedaan worden. Omhoog komen. Even kijk. Nou, dit mandje laten we hangen. Want hier komen de vogeltjes dadelijk van de zomer weer plukken. Om te gebruiken om een nestje te maken. Zo, een heel klein filmpje over celderij. Of celderij, plat. En ik heb stop ze er gewoon in. Ik doe het niet aandrukken, want ik laat ze toch ook binnen staan. Eigenlijk met een eigenlijk om dat boven de grond uit te steken. En dan zou ik er hier even eentje met groen instoppen. Of dit überhaupt lukt, dat weten we niet. Maar ik hou jullie hier wel van op de hoogte, want ik neem aan dat ik dadelijk wel kan of wat kan filmen. Zo, we zijn aan het eind gekomen. En zoals ik al zei, van, er komen wat veranderingen. Daar wil ik nog niet te veel over vertellen. Ik weet wel dat ik een nieuwe, of het is geen nieuwe, voor mij is het een nieuwe, vergeten groente heb. Maar dat zijn allemaal dingen dadelijk voor het nieuwe jaar. Als ik alle zaden door ga lopen. En ik zou zeggen. Allemaal een hele fijne kerstviering. En tot.